Hey, kijk, Amsterdam heeft Lelystad ook echt misbruikt om van al zijn probleemgevallen af te komen. Dus toen Amsterdam ging saneren en met een heleboel tokkies kwam te zitten, werd Lelystad gebouwd. En was er behoefte aan nieuwe inwoners, omdat Almere ook aan het verrijzen was. En ze toch al in de gaten hadden dat heel veel mensen daar bleven wonen. Dus Lelystad heeft echt de deuren wijd opengezet voor iedereen. En met name in deze buurt zijn toen een heleboel volkse types terechtgekomen die... Ja, natuurlijk helemaal niet zin hadden om, om heropgevoed of om zeg maar een soort object van vernieuwing te zijn. Want dat is wat de mensen zoals mijn vader en de progressieve types, als die leraar van mij waar ik net over had, die wilden juist hier, omdat er nog niks was, proberen mensen te verheffen. Een nieuwe samenleving waar het leven goed en eerlijk zou zijn, wilden ze hier opbouwen. Maar die mensen hadden daar natuurlijk helemaal geen zin in. Die wilden gewoon barbecuen met bierkratjes in de tuin zitten. Dus dat liep al heel snel dat mis. Hey, ik wil je nog een liedje laten horen, dat vergeet ik helemaal. Een liedje laten horen? Ja. Ken je het trio bier? Nee. Dat is geweldig, van Jan Eilander, de band. En zij hebben dus... Wie is Jan Eilander? Nou, dat is onder meer die documentaire maken, die ook dat... documentaire van over André Hazes gemaakt heeft, weet je wel? Oh ja. Die geweldige. Maar hij heeft dus ook deze fantastische band, die bijna niemand kent. En hij is dus een van de weinigen die Lelystad net als ik een beetje verbeeld heeft. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik draai dit echt non-stop sinds mijn boek uit is. Geweldig. Soms zo vreselijk stond, had me toch gebeld. Misschien had ik kunnen helpen. Je hebt alweer een nieuw vriendje. Ja, dat vertellen ze meteen. Hij houdt heel veel van jou. Hij wil jou als een vrouw, maar het blijft gewoon een ratje. Oh, zij gingen snel vandoor. Zij stellen handen voor. Vergaat wie ze ooit eens was. Vergaat wat ze ooit eens was. Even verdwaald.
geweldig. Hè? Dat is echt een fantastisch nummer.